Hij is er weer, de mooiste baan van Nederland bij het Olympisch... Ik ben zelf helemaal geen schaatsman, maar ja, schaatsen met mijn kinderen vind ik geweldig. En deze baan vinden ze gewoon het coolste. De coolste baan van Nederland. Ik ga je even inzicht geven wat daar nu weer gebeurt. En wat voor een huzarenklusje dit weer is. Mooier in zo'n omgeving dan gewoon een oud kampioen ontmoeten, Rintje Ritsma. Wat doe jij hier bij de coolste baan? Ja, ik ben toernooidirecteur. 19 en 11 maart hebben we het WK Allround hier. En dat is een bijzonder WK Allround, want is het 125 jaar geleden dat Jaap Eden hier in Amsterdam ook wereldkampioen werd. Dus voor ons is het een bijzonder moment. 125 jaar geleden schaatste hij hier rond in deze geweldige baan. En ja, 4 jaar geleden de coolste baan en nu weer terug, zeg maar. Dus het is echt weer een fantastisch moment. Ja, deze editie is nog weer bijzonderder dan de eerste editie. We hebben er nog meer geprobeerd om echt het schaatsgevoel te creëren. Dat mensen binnenstappen en echt het wow-effect hebben. Ja. En ja, wij willen gewoon dat mensen hier kunnen genieten, jong en oud, van het schaatsen. Ja, echt een gigantisch project. Moet je kijken wie er allemaal meewerkt. Dit kan alleen maar gewoon door echt heel veel bedrijven die meewerken. En het is wel ongelooflijk dat dat bij elkaar gebracht wordt. KPN is natuurlijk hoofdsponsor, Jumbo en heel veel mediapartijen en gigantisch veel bedrijven. Laat ik je even laten zien wat ze allemaal doen. Ik had geen idee dat Jumbo iets had met schaatsen. Natuurlijk, Samson is weer van de partij. En natuurlijk, deze kennen we, het grootste maatje. De KPN'ers zijn weer goed aangekleed. Heel veel schermen. En kom hier langs, hier heb je de 4D experience. Wat is Nederland toch een geweldig schaatsland. Maar dit is alleen maar de introductie. En dit is een hologram, dat kun je helemaal niet zien. Maar toch leuk. Kijk, en we zien nu dat hologram op mij afschaatsen. Echt cool. Vandaag zijn er 3000 schoolkinderen uit Amsterdam aan het schaatsen. Dit wordt populair. En hier zie je in de gang alle helden uit de Nederlandse geschiedenis. Ja, en dit is toch wel cool, hè? Echt zo dat dit even neergezet wordt voor een paar weken. En moet je kijken hoe iedereen gaat genieten. Kijk, Jaap Edenhal, Jaap Edenbaan, geweldig. Maar dit is toch wel ubercool. En dat gaat helemaal vol zitten. Kijk, horeca is natuurlijk ook leuk. Laplace zit hier met erwtensoep en een heleboel andere dingen. Kijk, alles is gewoon hier natuurlijk veilig. Want iedereen is blij en niemand zit te zeiken. Ja, en ben je beginner, dan is dit natuurlijk gewoon de ideale plek. Gaaf is dit weer, Vin. Kon je het weer niet laten, Mark? Nee, nou ja, weet je, en de eerste dag gelijk 3000 man. Na die hele zware storm van gisteren, nu gewoon 3000 kinderen in de zon. Ja, en moet je kijken wat er weer. Ja, top, ja, ja, KPN die heeft 90.000 mensen uitgenodigd, hoorde ik. De komende weken, ja. Ja, dus inderdaad gewoon van... En andere mensen die willen schaatsen, wat kost dat? Die kunnen gewoon zich opgeven op de website van de Koersbaan van Nederland. Wat het kost, weet ik eigenlijk niet. Heb ik nog niet gekeken. Ja, gaan we eens kijken. Een paar euro. Ja, een paar euro kost helemaal niks. Ik ga je iets laten zien, wacht even. Ja, de intelligente... Je hebt supergoed geschaatst. Probeer het volgende keer eens zonder stoel. Sven Kramer, oké. Met een intelligente stoel. Met de code op de stoel kunnen je ouders je diploma ophalen. Opdracht zie ik je nog een keer op het ijs. Tot de volgende keer. Ja. Wauw. Dus dit is de intelligente stoel met Sven Kramer die de snelheid bijhoudt. Ja, we willen heel graag dat alle kinderen voor hun 12e leren schaatsen. Ja. En daarom zijn we met Sven samen een project begonnen. Waarbij een pratende stoel jou uitlegt hoe je leert schaatsen. Wauw. Dat moet je gaan kijken. Nu gaan we remmen. Rem door met je schaatsen een pizzapunt te maken. Een beetje door je knieën en draai voorzichtig. Nou, dat gaat best goed. Dankjewel, Sven. Hartstikke mooi. Hey Rintje, jij bent nu 10 jaar zeg maar eruit en iedereen herkent je hier nog. Wat doet een schaatskampioen nadat hij gewoon stopt met schaatsen? Ja, zoveel mogelijk leuke dingen, maar er moet af en toe toch een beetje gewerkt worden. Dus ik doe nog, ik ben analist bij de NOS, bij het schaatsen. Dus ik ben nog bij het schaatsen betrokken. Coolste baan ben ik bij betrokken, waar we nu zijn. Ja. Ik heb nog een bedrijfje in pelletkachels voor duurzame energie. Kijk eens aan, daar komt de passie naar voren. Je was ook al enthousiast over een Tesla, zag ik. Je rijdt zelf nog gewoon een mooie diesel, maar je hebt er wel in gereden. Ik heb erin gezeten, ja. Ik heb er zelf nog niet in gereden. Maar ja, het is een hele futuristische auto als je het ziet, zo'n Tesla. En ja, toch erg mooi. Zo'n hele grote display erin. Ja. En zeker het automatisch rijden moet een hele bijzondere ervaring zijn. Maar dat gaan we nog een keer ervaren. Die gaan we samen eens een keer doen. Hey, en dan ben je ook nog gewoon modern. Je houdt van nieuwe dingen. Ik zag, je bent ook in de crypto. Wat heb je daarmee gedaan? Nou ja, ik ben echt beginnende crypto. Dus ik ben het type van voor de echte beleggers. Als ze zeggen, als Ritsma in de crypto's gaan, dan wordt het tijd om uit te stappen. Maar ik heb van jou begrepen dat het eigenlijk het moment dat je in moet stappen, dat het eigenlijk nog moet komen. Dus je bent perfect ingestapt. Maar wanneer ben je begonnen? Nee, ik ben 2 maanden geleden begonnen. Ja, ja. En nog een beetje goed rendement na de bloedbad van eergisteren? Ja, niet in paniek raken en gewoon laten staan, want het fluctueert heel erg. En ja, de ene dag dan sta je weer dik in de plus, maar je kan een dag later weer dik in de min staan. Maar al met al, over de langere tijd, zie je wel op de pieken en dalen na dat het op zich dat het goed gaat met de crypto. Hoddle, hang on till your life depends on it, gewoon lekker doorgaan. Hey, dus jij bent de toernooidirecteur en hoeveel honderdduizenden mensen gaan hier nou weer schaatsen in die 6 weken dat het open is? Nou, van 18 januari, gisteren hadden we de opening, maar vanwege de wind is die opening niet doorgegaan. Dus vandaag is echt de allereerste dag en we kunnen hier tot 28 februari schaatsen. Hopen we rond de 150.000 mensen hier te komen verwelkomen. En dan hebben we het WK Allround en daar verwachten we eigenlijk 3 dagen volle bak. 3 dagen 25.000 man. Top, dankjewel en veel succes in de komende weken.